YouTube was ooit een vrijplaats voor videomakers. Dat is niet meer zo. Het is nu onderdeel geworden van een dwingend establishment. Café Weltschmerz bouwt aan een alternatief. Een community die staat voor transparantie. Die tegen de stroom in kritisch informeert. Daarvoor hebben we u nodig. Steun ons met een maandelijkse bijdrage. Ga naar onze website www.caféweltschmerz.nl en registreer u. Dankjewel. Welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Marcel Krok. Ik ben wetenschapsjournalist en betrokken bij Stichting Clintel, die zich bezighoudt met klimaatbeleid. En vandaag is bij mij te gast advocaat Peter de Lange van Vos en de Lange Advocaten in Barendrecht. En hij houdt zich bezig met de juridische strijd rond windmolenparken. Peter, van harte welkom. Dankjewel, goedemorgen. In de studio van Café Weltschmerz. Wij hebben elkaar eerder gesproken voor deze editie van De Andere Krant. Ja, editie Andere Krant. Nog steeds te bestellen via deanderekrant.nl of door vriend of donateur te worden van Clintel. Nou, die reclameblok is ook weer gemaakt. Wij spraken elkaar voor deze editie en ik moet eerlijk bekennen dat het voor mij het meest interessante verhaal was, omdat het een wereld is. Voor mij ging er een soort van nieuwe wereld open. Ik dacht echt, ja, wat je meekrijgt vanuit de media is procederen tegen windmolens kansloze zaken. Bij Raad van State worden de meeste zaken verloren. Maar toch, na dat gesprek met jou, ben ik eigenlijk wat positiever gestemd. Want er is van alles en nog wat aan de hand. Ja, daar is veel over te vertellen. Dus de vraag is welke ingang we daarvoor moeten kiezen. Ja. Nou goed, voordat we daar inderdaad toe komen, hè, want dat is inderdaad ook een heel... Het is best ook een technisch, juridisch gezien, een technisch verhaal. Ja. Maar vertel even, want je hebt heel veel dingen gedaan. Oh ja, een leuk detail vond ik dat jij vertelde. Je hebt ooit het zeilmeisje Laura Dekker verdedigd, hè? Of dat was jouw cliënt? Ja, haar reis over de wereldoceanen mogelijk gemaakt. Destijds kwam ze bij me toen ze 13 jaar was. En zei van, nou, ik ga een wereldreis maken. En daar dacht de overheid toen ook wat anders over. Ja. Een aantal jaren later heeft ze dat gelukkig toch kunnen doen. Ja, maar dat is voor jou, je vertelde eerder tegen mij dat wel een hele leerzame periode was. Omdat dat echt alles en iedereen over je heen kwam. Ja. Dat jij, zelfs tot aan je moeder aan toe, die zei van, wat ben jij nou aan het doen? Stuur je dat kleine kind die oceaan op? Ja, dat is het interessante van mijn vak. Kijk, het gaat er niet zozeer om wat je zelf vindt als een soort van morele entrepreneur. En je eigen opvattingen, die moet je eigenlijk een beetje terzijde stellen. En goed luisteren naar je cliënten en zeggen, nou, je bent partijdig, je zit er voor die cliënten. En dan vragen van, wat is jouw belang, wat wil je en hoe gaan we dat proberen te realiseren? En hoe ziet het recht er dan uit? En met name ook in zo'n zaak van Laura, daar zag je dus dat het uiteindelijk niet of nauwelijks meer over Laura zelf ging, maar over de leerplicht ambtenaren met hun belangen, met de schoolgang, met de jeugd en hoe we daar als ouders en ouderen en opa's en oma's mee omgaan. Er werd van alles bijgehaald. De discussie werd heel breed. En in windturbineparken en alles wat ermee samenhangt, zie je ook hele grote krachtenvelden met allemaal verschillende mensen en verschillende krachtenvelden en groepen. Ja, en waren ze bij Laura ook bang voor een soort precedentwerking of zo? Zeker. Dat ze dachten dat straks half Nederland de oceaan op wilde gaan. We zien het wel op pianisten en zo. Die krijgen ook vrijstelling om in het buitenland te mogen spelen. De gebroeders Jussen hebben dat gehad. Ook wel organisten die ik kende uit mijn tijd, die in het buitenland gingen spelen. Max Verstappen, die al raced in zijn jonge jaren en een vrijstelling kreeg van school. Ja, en dat moet niet te groot worden, want anders gaat er straks geen kind meer naar school. Dus ingewikkeld. Oké, genoeg over het zeilen. Jij bent verzeild geraakt, zou je kunnen zeggen, in de strijd rondom windmolenparken. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik woon zelf in de Hoekse Waard, een eiland gelegen onder de rook van Rotterdam, zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment hoorde ik dat daar in mijn directe woonomgeving windpark Spui, aan het Spui dus, het water, het Spui, de rivier, het Spui zou gerealiseerd gaan worden. En toen dacht ik van, nou ja, hoe zit dat dan precies? Ik heb in het verleden vrij veel ruimtelijk bestuursrecht gedaan. Het gaat over bestemmingsplannen, over omgevingsvergunningen, wat wel mag en niet mag. Ja, als je een dakkapel wil oprichten,
Dan moet je vergunning vragen. Als je die iets groter wil maken, dan moet je weer vergunning vragen. Allemaal ingewikkelde regeltjes, ook met welstand of het mooi is en niet. En dan zie je zo'n windpark komen en er zitten kennelijk alle regels achter. Nou, die zijn heel specifiek en die kende ik eigenlijk niet zo. En ook de omwonenden hebben toen aan mij gevraagd, joh, wil je eens meedenken? Dus heb ik een aantal jaren opgetrokken met die bewoners om te kijken hoe dat allemaal in elkaar stak. Ja. En het windpark staat er inmiddels. Ik kan zelf op 2 kilometer afstand. Overheersen de windrichting is van mij af. Maar goed, ik heb nog steeds betrokkenheid bij alles wat daar gebeurt. Ja, dus jij hebt geen last van dit specifieke windpark? Nee, op die 2 kilometer grens niet. Ik hoor wel eens jongeren die zeggen bij nachtelijke stilte en de windrichting naar mij toe dat ze wel iets horen. Maar niet zodanig dat ik daar zelf hinder of overlast van ervaren. Het enige wat ik heb, dat is wat ze in de wandelgang noemen visuele overlast. Ik zie ze staan. Ja. En daarvoor moet ik eerlijk zeggen, het een vindt ze mooi en de ander vindt ze foei lelijk. Dus dat is meer een kwestie van smaak. Ja, wat vind jij? Ik vind het niet mooi. Ik vind ze detoneren in het landschap. Ze passen daar niet, vind ik. Dus ze zijn 204 meter hoog, voor de goede orde. 204 meter hoog. Tiphoogte. Ja. Maar dit windpark, dit geeft behoorlijk wat overlast. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Het windpark is gelegen zeg maar, op het grondgebied, tegenwoordig de gemeente Hoekse Waard. Dat was vroeger gemeente Korendijk. En dan in de kernen Pierikzeel aan de ene kant en Nieuw-Beierland aan de andere kant. Dus Oud-Beierland, Nieuw-Beierland. Pierikzeel woon je zelf, hè? Pierikzeel woon ik zelf, ja. En er zijn inmiddels, dat ligt langs een dijk, in polder, staan die turbines opgesteld. En je ziet toch dat veel mensen daar overlast ervaren. Met name door middel van het geluid, wat vrij sterk is. Zeker met een bepaalde windrichting. Ik heb daar zelf ook wel eens met een gedeputeerde gestaan van de provincie Zuid-Holland. Toen het windkracht 6 was. Nou, je werd echt omvergeblazen, bij wijze van spreken. Niet alleen door de wind, maar ook door de enorme impact van het geluid. Het was echt keihard. En daar schrok toch iedereen ook wel geweldig van. Maar er zijn een hoop directe omwonenden in een straal van 400-600 meter wonen. Die zeggen, dit verdragen we niet langer. We kunnen niet meer slapen, we gaan verhuizen. Ja. Ik heb echt de verhalen gelezen van mensen die daar al hun hele leven wonen. Ja. En die nu binnen een jaar nadat die molens er staan, want ze staan er nu ongeveer een jaar geloof ik, dat ze gewoon zijn gaan verhuizen. Huis met verlies verkocht. Ja. Ja. Van dit trekken we gewoon niet meer. Ja, en het is zelfs, want nu hebben we het eigenlijk over het hoorbare geluid. Hè? Dat je denkt van die dingen hoor je en dat kan vervelend zijn. Maar als je wat langer woont, het park staat iets langer dan een jaar. Maar dan zeggen ze op een gegeven moment hebben we geprobeerd ermee te leven. Ook door bepaalde woningisolatie. Maar je hebt ook onhoorbaar geluid. En dat zijn trillingen en dergelijke. Dus je blijft er last van houden, ook al hoor je het niet. Dus een hoop mensen weten dat niet. Maar je kan dus op een heleboel verschillende manieren last hebben van trillingen. En het geluid is natuurlijk ook een trilling. Maar dat zit in een bepaald spectrum. Of je het wel hoort of niet. Maar je hebt van alle frequenties heb je eigenlijk last. Ja, oké. Dus windpark Spui was een van de eerste windparken waar je bij betrokken raakte. Ja. Maar daarna heb ik ook voorbij zien komen Batten Noord. Dat is ook op de eilanden daar. Hè? En Drentse Monden ben je bij betrokken geweest. Houten, volgens mij ben je nu bij betrokken. Ja, en veel parken in Limburg, in Gelderland, Amsterdam ook nog wel. Je bent zo langzamerhand ben je een beetje de landmolen, het windmolenadvocaat van Nederland aan het worden. Ja, er zijn eigenlijk maar een paar kantoren die zich bezighouden met windturbines. En dan moet ik wel zeggen vanuit het perspectief van omwonenden. Dat is een belangrijk verschil. Je hebt natuurlijk ook veel advocaten die betrokken zijn voor de initiatiefnemers en voor de overheden om die belangen te behartigen om juist die windparken mogelijk te maken. Ja. Er zijn veel regels die daarbij komen kijken. Maar voor het verzet daartegen, het weerstand, de strijd daartegen, zo je wilt, dat zijn er maar een paar. Ja, en dat zijn dus ook wat kleinere advocatenkantoren. Terwijl je vertelde mij eerder dat de andere kant, zeg maar, dus de windmolenexploitanten, de overheden, dat die echt met dure kantoren aan de Zuidas werken. Dus dat het een beetje een soort David tegen Goliath strijd lijkt het wel. Ja, dat ligt er ook aan dat je nogal wat facetten hebt die een rol spelen bij windparken. Hè? En alles wat erbij komt kijken, dat gaat natuurlijk over vergunningen die geregeld moeten worden. En bestemmingsplannen, dus ruimtelijk bestuursrecht. Je hebt het over milieugevolgen. Dus wat doet dat met de omgeving en met eventuele uitstoot en verontreiniging? Hoe zit het met de bodem? Hoe zit het met de watergangen? Ga je vergraven? Wat is de historie van een gebied? Hoe zit het met de flora en de fauna? Hoe zit het met de landschappelijke inpassing? Zijn er bijzondere rechtsregels, bijvoorbeeld van Europees recht? Dus het kent een heleboel lagen. En juristen, advocaten delen dat eigenlijk allemaal in verschillende rechtsgebieden in. Dus je moet eigenlijk verschillende disciplines, verschillende kennis hebben van de verschillende rechtsgebieden om zo'n zaak integraal te kunnen oppakken. En dat is best even een uitdaging. Ja, precies. Ja.
Nou, er gaat, als ik het zo volg, er gaat er behoorlijk wat mis rond de aanleg van windmolens in Nederland. Laten we het om te beginnen eens hebben over de afstand tot woningen. Want daar is altijd heel veel over te doen. Ja. Over heel veel onduidelijkheid over. Want veel mensen denken van, er moeten toch afstandsregels zijn. Ja. Noord-Holland begreep ik nu, die had weer een afstandsregel weer losgelaten. Dus dat betekent in feite dat de windmolens nog dichterbij kunnen komen te staan. Maar er zijn eigenlijk niet echt harde afstandsregels in Nederland. Nee, we in het verleden hebben het gehad vanuit de gedachte van de milieuzonering. Daar heb je het woord milieu weer, die leefomgeving. We hadden gedacht, net als bij stank en geur, overlast en geurhinder en stankhinder. Heb je bepaalde cirkels, bijvoorbeeld rondom een boerderij. En dan ze zeggen, daar moet je eigenlijk niet willen zijn, want dan ervaar je een bepaalde vorm van overlast. En in het activiteitenbesluit, de activiteitenregeling, heb je vergelijkbare bepalingen ook voor windturbines gehad. En in de praktijk zeggen we, Nederland is vrij klein, dus die regels zijn losgelaten. Dus we hebben in de praktijk gewoon geen afstandscriteria meer. Hmm. We zien zelfs dat hele hoge turbines steeds dichter in de buurt van dichtbevolkte gebieden komen te staan. En steeds dichter op woningen. Ja, over wat voor afstanden heb je het dan? Nou, ik heb het meest schokkende voorbeeld tot nu toe vond ik een praktijkvoorbeeld wat op dit moment bij de Raad van State loopt. Dat is een turbine met een tiphoogte van 247 meter hoog. En die moet komen op een afstand van minder dan 290 meter van de woning van mijn cliënten. En dat is in? Dat is in de gemeente Houten, bij in de kern Gooierbrug. En een ander voorbeeld waar ik bij betrokken ben, dat is in de gemeente Culemborg en ook Zijderveld wordt gesproken over turbines van een tiphoogte 270 meter op een afstand van 350 meter van woningen. Tja. En dat is echt gigantisch hoog. Ja, want 270 meter, hoe moeten we dat zien? Ja, dan moet je toch al denken aan 1,3, 1,5 keer de Euromast die kant uit. Ja. Dus, De Eiffeltoren is iets meer dan 300, geloof ik. Ja. 270 komt echt akelig dicht in de buurt van de Eiffeltoren. Ja. Het wordt wat lastiger bezoeken, zo'n windturbine. Dus dat staat dan opeens in je achtertuin ongeveer. Die afstand tot zo'n turbine, een paar honderd meter, is dan eigenlijk verwaarloosbaar. Want het ding is zo ongelooflijk kolossaal. Dat is gigantisch. Ja. En daar hebben ze ook echt gigantische hinder van. Ja, wat voor hinder is er nu voornamelijk? Wat je meestal hoort, dan gaat het over de zorgen over geluid. Als dat ding gaat draaien, dan maakt hij geluid. En in de praktijk wordt gezegd, de nieuwere turbines worden steeds stiller. Mm-hmm. Dat klopt ook wel waar het de mechanische delen betreft. Mm-hmm. Maar dat klopt zeker niet waar het de lengte van de wieken betreft. En het echte geluid, de overlast van het geluid, de hinder, die zit hem in de wieken. Als ze de mast passeren en dan zoef, zoef, een heel zwiepend, bijzonder geluid is dat. Ja. En dat veroorzaakt eigenlijk de overlast. Dat gaat maar door. Dat is een soort vooral het geluid. En de dingen als de slagschaduw. Ja. En daar hebben we wat normen voor. Lichtschittering en wat meer. Slagschaduw is ook wel een ding. In de praktijk zien we er vaak stilstandvoorzieningen. Dat als de zon in een bepaalde hoek staat en die zou vallen op een gevoelig object, zoals een woning, dan zeggen ze, dan wordt zo'n turbine automatisch afgeschakeld. Dus het aantal uren wat je op jaarbasis daar last van zou hebben, is in de praktijk tegenwoordig wel beperkt. Dat lijkt redelijk goed gecontroleerd kunnen worden. Hmm. Daar is ook wel discussie wat de precieze norm nou is, maar goed, daar zal ik niet te diep op ingaan, want dat is wat ingewikkelder. Externe veiligheid is nog wel een punt. Stel je voor, in de winterse periode, dan kan je ijsafzetting krijgen op de wieken. En als die wieken draaien, dan kan dat ijs weggeworpen worden. Hmm. En dat kan best gaan over behoorlijke brokken. Waar komen die terecht? En hoe gaat dat? Nou, je kan je voorstellen, op een afstand van minder dan 290 meter tot een woning, dat dat problemen kan geven, dat er zo'n blok ijs opeens door je dak heen komt. Ik noem maar even wat. Ja, of dat je op de fiets zit en dat word je getroffen. Ja, ook wiekenbreuk is een risico bijvoorbeeld. Is dat al gebeurd? Dat er schade is door ijsbrokken en zo? Ja, zeker. Er zijn ook turbines wel eens in brand gevlogen. Er zijn wel eens wieken afgebroken. Dus de vraag is niet of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt, zeggen ze altijd. Want die druk, die krachten op die turbines zijn zo groot. Ja, die effecten kennen we lang nog niet allemaal. Ja, wat verder ook speelt, lichtschittering bijvoorbeeld. Dus hoe zie je zo'n mast staan? De verlichting, de nachtverlichting. Bijvoorbeeld turbines hoger dan 150 meter. Die moeten voorzien zijn van alarmlichten, We kennen die beelden uit de Wieringermeer, hè? Waarin het nu de red light district wordt. Ja, dat is heel ook zo. Dus die is heel duidelijk en echt overheersend. En die zie je al op zo'n 40 kilometer afstand. Zo. Dus die zijn redelijk overheersend.
En er wordt tegenwoordig wel nagedacht over radarsystemen. Dat pas bij de komst van een vliegend object die dingen zouden gaan knipperen. Maar in de praktijk zie je heel veel parken gewoon fulltime branden. En dan krijgen ze ook een soort status waarbij je lichaam voortdurend geactiveerd en gealarmeerd blijft. Hé, er is iets rood, er is gevaar, pas op. Ja. Dat nestelt zich in het onderbewuste en het schijnt ook weer allerlei negatieve gezondheidseffecten te kunnen hebben. Oké. Nou goed, het heeft al met al geleid. Hè? Je bent bij meerdere zaken betrokken. En kan je eens even kort schetsen hoe dat nou tot nu toe vaak gaat? Hè? Want ik begrijp dus dat uiteindelijk... Je hebt uiteindelijk maar een hele korte tijd, hè, voordat aan het begin van een proces er wordt een plan bekendgemaakt. Maar dan is er in Nederland tot nu toe, dus eigenlijk sinds deze week is dat aan het veranderen. Ja. Dat stond van de week in het FD. Maar je had er maar iets van 6 weken de tijd om dan een zienswijze in te dienen. En als je die termijn laat verstrijken, dan loop je eigenlijk als burger, hè, als je al problemen hebt met zo'n... Dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. Ja, het interessante is, kijk, windturbineparken, de oprichting daarvan, realisatie en exploitatie, zijn complexe projecten die een lange voorbereidingstijd hebben. Dus initiatiefnemers en overheden, die zijn er vaak jarenlang mee bezig om al die stukken voor te bereiden. Moeten milieuonderzoeken voor worden gedaan, moeten landschapsonderzoeken worden gedaan, naar bevers in het gebied, bedreigde diersoorten, vleermuizen, noem alles maar op. Alles wat bijzonder is in het gebied en wettelijk verplicht is, dat moet worden onderzocht. Nou, dat leidt vaak tot hele grote boekwerken, soms wel 15 of 20 ordners, met allerlei onderzoeken. Nou, als op een gegeven moment wordt er iets gepubliceerd, bekendgemaakt, hé, wij gaan dat doen met ontwerpbesluiten, dit komt in uw omgeving. En dat publiceren ze dan in het lokale servertje, lokaal krantje of zo. En op de gemeentewebsite en soms met een huis-in-huisbrief. Maar die informatievoorziening is niet altijd volledig, dus ook wel eens gebrekkig. En vaak in periodes dat mensen op vakantie zijn. Ja. Maar in de praktijk heb je dan 6 weken de tijd om een zienswijze. Vanaf dat moment dat het in het lokale krantje staat. Ja, dat is gepubliceerd, dan gaat het lopen. En dan denk je, nou, ik ga die stukken opvragen. Nou, dan kan je wel eens flink de schrik in de benen hebben. Want dan zijn het heel veel ordners. Als je al de tijd hebt om te lezen, snap je in 90% van de gevallen niet wat er precies in staat. En dan moet je ook nog zorgen dat je op tijd een zienswijze hebt liggen. Want anders, dat was de situatie tot deze week, was je niet ontvankelijk bij een bestuursrechter, omdat je geen zienswijze had ingediend. En er zit nog een andere fuik in. Je moet ook onmiddellijk aangeven, volledig, zeg maar, qua beroepsgronden, waar jouw bezwaren precies op zien. Waar jij het oneens bent of waar je een andere opvatting over hebt. Hmm. Nou, als je dat niet doet, kan je daar later bij een bestuursrechter niet meer over klagen. Dus dat noemen ze de bestuurlijke trechter. Het is een versmalling, zeg maar, van de discussie. Dus als je niet van het begin af aan meedeed, dan sta je buiten. Hmm. Nu heeft de Raad van State in het kader van zeg maar het net ophalen van de meer effectieve bescherming van de burger bepaald dat die zienswijze niet langer vereist is om toch later te mogen procederen en alsnog je gronden te mogen aanvoeren. Ja, want dat betekent in de praktijk, hè, dat is ingewikkeld, maar dat je niet meteen naar de Raad van State hoeft, maar dat je eerst naar de kantonrechter kunt gaan of zo? Nee, zit dat dan? Nee, dat betekent het niet. Het betekent alleen maar dat de eis om voorafgaande zienswijze in te dienen om als belanghebbende bij een bestuursrechter te worden aangemerkt, is komen te vervallen. Ja. Dus maar als je dan daarna zeg maar bezwaar wil maken tegen het project, nu ben je, als je te laat bent met je zienswijze, kan je alleen nog maar naar de Raad van State, begreep ik? Dat is bij gecoördineerde besluitvorming en toepassing van de crisis- en herstelwet. En dat blijft ongewijzigd. Dus je hebt, als daarvan sprake is, dan heb je nog steeds maar 1 rechter die ernaar kijkt. En de crisis- en herstelwet bepaalt vervolgens dat de rechter in principe binnen 6 maanden die zaak moet afdoen. Ja. De praktijk wordt dat niet gehaald omdat het veel te ingewikkeld is en er veel te veel zaken zijn. Maar crisis- en herstelwet, ja, ik heb het inmiddels vaker voorbij horen komen, maar waarom vallen dit soort projecten onder de crisis- en herstelwet eigenlijk? Ja, men zegt als overheid van, we hebben hele belangrijke afspraken gemaakt in Parijs, het klimaatakkoord. Daar hebben we internationale doelstellingen en afspraken gemaakt. En die moeten worden nagekomen. Nederland heeft daar een aandeel in. En om te borgen, te verzekeren dat we dat op tijd allemaal voor elkaar krijgen, moet worden ingezet op niet lastig doen burgers, werk nou mee, verkorte procedures, snel afronden, zodat de spa snel de grond kan en die dingen kunnen gaan draaien. Hmm. Dus vandaar de crisis in de stelwet. Hmm. Dus dat is een middel van de overheid om... Ja. Ja, een soort doorzettingsmacht te hebben. Precies, precies. Niet veel zeuren, zo snel mogelijk door, want we moeten Parijs halen. Dat is de mantra. Hmm. Ja. Oké, nou goed. Klein beetje goed nieuws dus deze week met dat er nu in ieder geval die zienswijze niet meer
heilig is. Ja, die is niet meer vereist. En dat kwam ook, moet ik er wel even bij zeggen, door een eerdere uitspraak uit januari van dit jaar van het Hof van Justitie in Luxemburg. Die gezegd had van die eis is in strijd met het verdrag van Aarhus. En dat verdrag van Aarhus, dat heeft mede in relatie met een aantal Europese richtlijnen, die zegt eigenlijk van een burger moet inspraak kunnen hebben op het moment dat alle opties nog open liggen. Er mag niet berekend worden, maar er moet concreet gemeten worden. Je moet alle informatie kunnen krijgen. Het moet transparant zijn. Je moet de stappen kunnen kennen. Je moet daar volledig in betrokken kunnen worden. Een soort draagvlakken participatie. En dan is zo'n termijn van 6 weken is gewoon daarin in tegenspraak mee, ja, zeg maar. Met zo'n verdrag van Aarhus wat zegt van het moet gewoon volledig toegankelijk zijn. En, ja. En dat betekent eigenlijk moet je alle mogelijkheden krijgen om inspraak te maken. En ja, kijk, je hebt recht, maar als je dat recht niet kan effectueren in de tijd die daarvoor staat, dan ben je eigenlijk nog steeds rechteloos. Dus daar heb je niks aan. Ja. En nu heeft ze gezegd, dat is een te grote belemmering voor de burgers, dus die halen we weg. En daardoor moet de burger beter beschermd worden. Dat is de achterliggende gedachte. Ja. Oké. Okay. Nou speelt er ook het volgende, en dat hebben we in dit interview in de andere krant ook over gehad, dat jij stelt, jij bent de laatste jaren in meerdere zaken gaan stellen, dat de huidige regelgeving, hè, dan heb je het over activiteitenbesluit en activiteitenregeling die nodig is bij de totstandkoming van een windmolenpark. Ja. Jij zegt, die regelgeving in Nederland is in strijd met Europees recht. Ja. En dat heeft te maken met twee zaken die in België hebben gelopen. Ja. In Doel, Tremont en Nevelen, 2016 en 2020. Ja. Kun je even kort uitleggen wat er in België gebeurde en waarom dit zo relevant is, ook voor Nederland? Ja, het grappige of kenmerkende van het Europees recht is dat het in heel Europa geldt. Dat is een belangrijk iets. Dus dat is ook de reden waarom we met belangstelling volgen wat er met name door het Hof van Justitie, het Europese gerechtshof, zeg maar, wordt geoordeeld over dit soort zaken. Want het is ook van toepassing in Nederland. Dus je zoekt naar de overeenkomsten, je zoekt naar de verschillen. Wat is daar gebeurd? Destijds 2016 was meneer Patrice Doutremont en die heeft zich een tegenstander betoond en die zei van hé, de regels die wij als normen gebruiken voor de bouw van windturbines, die kloppen niet. En die kreeg erin gelijk van het Hof van Justitie. En het Hof van Justitie is het hoogste, de hoogste rechter in Europa. Daar zijn we allemaal aan gebonden. Daar is ook onze hoogste bestuursrechter in Nederland, de Raad van State, aan gebonden. Dus de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dus de Raad van State had eigenlijk die uitspraak meteen moeten overnemen. Ja. Als ze heel goed hun werk hadden gedaan, hadden ze die meteen overgenomen en meteen gezegd, hallo, iedereen opletten, want precies. Wat betekent dat voor Nederland? Ja. Dat hebben we niet gedaan. Ik heb dat wel aangevoerd in het proces wat heeft geleid tot een uitspraak in Bad en Oord op Goeree Overflakke tegenover windpark Krammer. En gezegd van, hé, je kan eigenlijk die windparken niet vergunnen, want die zijn in strijd met Europees recht. Want wat is nou de achterliggende norm van het Europees recht? Die zegt eigenlijk, op het gebied van milieueffecten, je mag pas een project gaan vergunnen als je vooraf hebt vastgesteld met wetenschappelijke zekerheid dat de gezondheid van de mens, daar gaat het eigenlijk om, of zijn leefomgeving, dus milieu daaromheen, wordt beschermd of verbeterd. Dus verslechteren mag niet. Dus je mag geen schade toebrengen aan de gezondheid. Dat is eigenlijk de Europese norm. Mm. Nou, klinkt zo logisch als wat. Ja. Maar in Nederland hebben we die niet zo toegepast. Ja. Want in 2011 zei het RIVM al dat tenminste 9% van alle omwonenden van windparken gehinderd zijn en mogelijk als gevolg daarvan gezondheidsschade ondervinden. Ja. Als je die norm toepast op die casuïstiek in Nederland, op die uitspraak van het RIVM, dat betekent eigenlijk dat zo'n windpark helemaal niet gerealiseerd had mogen worden. Ja. Dus dat gaat eigenlijk over welke normen gebruiken we nu in Nederland. En die normen liggen vast, die milieunormen liggen vast in het activiteitenbesluit en in de activiteitenregeling. Dat gaat dus over de hoeveelheid geluid op jaarbasis, de hoeveelheid slagschaduw, de hoeveelheid lichtschittering, borg van de externe veiligheid, et cetera. Ja. Er zijn allemaal normen voor. Dus maar jij zegt eigenlijk dat die normen, zoals die nu in het activiteitenbesluit worden gehanteerd, dat die ook in strijd zijn met die Europese richtlijn.
Precies. Die Europese richtlijn, die stamt al uit 2001. Hè? En de Nederlandse normen die nu gehanteerd worden, die stammen uit de periode 2009, zoiets, zei je? 2009, 2011 zijn ze geïmplementeerd in het activiteitsbesluit en de activiteitenregeling. Ja. Van toepassing verklaard op de winterbusiness. Dus toen hadden ze het eigenlijk al kunnen weten. Toen hielden ze zich dus eigenlijk feitelijk al niet aan die normen, Europese normen uit 2001. Maar in België blijkbaar ook niet. In België ook niet. Maar daar is dus meneer Doeltremont geweest die er aandacht voor heeft gevraagd. En die heeft dus gelijk gekregen. Zeggen, hey, op die manier deugen die normen niet. Want je kan wel die normen hebben, maar die bereiken niet dat beschermingsdoel. Hè, van het voorkomen van die gezondheidsschade en de aantasting van jouw leefomgeving. Ik ben ermee naar de Raad van State gegaan. En die Raad van State heeft kort gezegd geoordeeld van, nou, dat vinden wij hier toch niet van toepassing op de Nederlandse regeling. Want er is een onvoldoende concrete relatie met een project. Nou, daar kun je van alles van vinden, zal ik niet over uitweiden. Dat is wat ze gezegd hebben. Alleen, dat was in Doeltremont ook al niet aan de hand. Ik vond het een beetje, als ik het las, het is natuurlijk voor mij te technisch omdat ik geen jurist ben, maar ik vond het een beetje een semantische discussie. Want ze hebben het over dat er sprake moet zijn van een plan of een programma of zo. Ja. En dan zegt de Raad van State in feite, hier is geen sprake van een plan of een programma. Zo moet ik me dat voor. Ja, kijk, je hebt eigenlijk regels. En dan zeggen die regels zijn van toepassing op plannen en programma's. Maar ja, plannen en programma's hebben natuurlijk altijd een relatie met een concreet project. Want anders maak je geen plan of programma. Elke regel, die heeft uiteindelijk iets in de concrete werkelijkheid. Maar ik bedoel, een windmolenpark is toch een plan? Ja, je zou zeggen. Maar... Ik heb een plan, ik wil een windmolenpark. Ja. En dan zeggen ze, nou, dat is goed als je dat plan wil maken. Maar dan moet je voorafgaand dus zorgen dat de gevolgen van zo'n plan op milieugebied voldoende in beeld zijn. En toegestaan zijn in het licht van die gezondheidsbescherming. Ja. En die toets, die maken wij niet. Dus wij gebruiken wel normen, maar die zijn eigenlijk helemaal niet geëikt. Dus je weet eigenlijk nog niks. Je meet dus iets, maar je weet niet wat je meet, want je weet niet of die normen deugen. En dat is het punt dat ik zeg, zelfs het klimaatakkoord, klimaatwet, tegenwoordig de regionale energiestrategieën, de resten, zijn allemaal niet vooraf op de milieugevolgen getoetst. Terwijl ze wel hele grote milieugevolgen hebben. En daarvan heeft het Hof ook weer in het nevelarrest gezegd, dat mag dus niet. En er was ook een passage in dat arrest. Wat voegt het nevelarrest toe aan dat eerdere Doeltremont-zaak? Nou, het interessante is dat het Hof daar heeft gezegd dat die beschermingsnorm niet naar nationaal recht uitgelegd mag worden, omdat het unierechtelijke begrippen zijn. Die zijn afkomstig uit de strategische milieubeoordelingsrichtlijn. Dus dat is ook Europees recht. En die zeggen, die mag je niet naar nationaal recht uitleggen. En die uitleg, als je het al mag uitleggen, die is voorbehouden aan het Hof van Justitie zelf. Dus niet aan de Raad van State of aan de gewone bestuursrechter bij de rechtbank. En dat was naar mijn gevoel een tik op de vingers van de Raad van State. Die zei van, hé, u hebt een eigen uitleg gegeven, maar dat mag helemaal niet. Dus ik heb in een recente procedure, die geleid heeft tot een extra zitting over de mogelijke gevolgen van die neveluitspraak, daar ook weer op beroepen. Gezegd van, hé, dat kan niet op deze manier. U handelt in strijd met het Europese recht. U moet dus de nietigheid uitspreken van die vergunningen of die vergunningen vernietigen. Ja. Ja, nu begreep ik van jou dat de Raad van State nu al in een paar jaar tijd tot twee keer toe zo'n zitting, speciale zitting, heeft georganiseerd. In feite een soort studiedag, hè, waarbij het specifiek over deze thematiek gaat. Alleen maar daarover. En bij beide dagen was jij dus ook aanwezig als spreker. Ja. Ik heb een beetje zitten meekijken met de livestream, maar dat is heel technisch allemaal. Wat heb jij van die laatste dag, dat was afgelopen 6 april, hè? Dus afgelopen 6 april, ja. Vrij recent. Wat heb jij van die laatste dag meegenomen? En hoe lang denk jij dat het nu gaat duren voordat de Raad van State met een uitspraak gaat komen? Nou ja, natuurlijk heel interessant, want enerzijds zit je tegenover initiatiefnemers en overheden die zeggen dat het allemaal volgens de regels is en allemaal prima kan. Dat is zeg maar het ene kamp en wij zitten in het andere kamp en zeggen nee, dat is strijd met Europees recht. En je kan wel willen verduurzamen, maar als die verduurzaming schade toebrengt aan de gezondheid van de mens, dan is het toch niet zo duurzaam als we wel dachten. Dat betekent dat je eigenlijk de gezondheid van mensen offert aan het halen van Parijs. Dus ja, dat moet dan wel een heldere keuze zijn. En dat is ook wat jij denkt dat er aan de hand is? Dat is, ja. En ik zeg steeds, ik bevind me op dat punt in het goede gezelschap van het Hof van Justitie. Ja. Nou, de landsadvocaat die verantwoordelijk is voor het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling, althans als vertegenwoordiger van het ministerie, die zegt, nee hoor, dit kan allemaal prima zo. Maar de uitspraken die het Hof heeft gegeven, die zegt nee, je moet die milieugevolgen integraal beoordelen. Die hebben een ruime interpretatie en een ruime strekking, allemaal tot doel die gezondheid te beschermen. En dat staat voor mij keihard voorop. En daar is echt geen discussie over mogelijk. En dan denk ik, als de Raad van State haar huiswerk doet, zou dat in mijn optiek moeten leiden tot het uitspreken van de nietigheid of vernietiging. Men kan een tussenweg kiezen door te zeggen, nou ja, dit is zo ingewikkeld, wij weten het niet. Wij leggen die vraag opnieuw voor en dan vanuit Nederland
aan het Hof van Justitie. Met deze elementen erin die we besproken hebben met elkaar. Ja. Nou, als dat gebeurt... Dus dan krijg je zeg maar na nevelen krijg je een soort Nederlandse variant van deze kwestie. En dan zou je het houten arrest kunnen krijgen bijvoorbeeld. Ja. Want dat is een specifieke situatie die nu speelt. Hè? Daar heb je op beroepen. Dus als je het op beroepen hebt, dan kan je zo'n gevolg op dat project krijgen. Ja. Alleen, dat kan nog veel verstrekkende gevolgen hebben. Want op het moment dat ons activiteitsbesluit en activiteitenregeling wordt aangetast, dat die milieumaatregelen die daarin staan niet deugen, geen deugdelijke grondslag hebben, dan moet dat van tafel. En dan is de vraag van, ja, hoe dan verder? Ja. Wat zijn dan de nieuwe normen? Ja, en niet alleen dat, maar hoe dan verder? Want er zijn dus een heleboel windmolenparken, een heleboel windmolens in Nederland zijn tot stand gekomen met dit bestaande activiteitenbesluit. Ja. Wat kan er in theorie gebeuren als de Raad van State dat activiteitenbesluit van tafel veegt? Kan het zelfs zo zijn dat bestaande windmolens afgebroken moeten worden? Er zijn in Frankrijk voorbeelden geweest van dat windmolens inderdaad afgebroken moesten worden van de rechter. Zou dat kunnen gebeuren? Ja, een paar dingen erover. In de eerste plaats heeft het Hof van Justitie zelf gezegd dat die uitspraken ook bestaande parken kunnen treffen. Dus niet alleen maar degene die in aanbouw zijn of die nog vergund moeten worden, maar ook bestaande windparken kunnen treffen. Want er wordt steeds natuurlijk, ook zonder uitspraken, al in strijd al gehandeld met Europees recht. Die richtlijn, gaf ik terecht aan, die is al van 2001. Ja. En die bescherming staat echt voorop. Twee is, juridisch hoor je wel steeds, ja, het is de leer van de formele rechtskracht. Wat eenmaal vergund is geweest, dat kun je niet opnieuw aantasten. Die discussie gaan we niet voeren. Wat geweest is, dat hebben we met kennis van toen gedaan, dat blijft zo. Maar dat is het bestuursrecht. Op het moment dat je civielrechtelijk, als omwonende, als buur, ernstige hinder of overlast ervaart, zegt ook ons burgerlijk wetboek in artikel 37... dat je bij een civiele rechter er tegenop kan komen en zegt, ja, wacht even, er is al een vergunning. Er is in strijd gehandeld met het recht. Dus er is in strijd, maar ik heb daar ook last van en ik heb hinder en overlast en dat is onrechtmatig. Dat levert een onrechtmatige daad op. En ik wil dat dat verboden wordt. En dan sluit ik niet uit dat dat ook gehonoreerd zal gaan worden. Want het bewustzijn krijgen we. Maar dat soort zaken gaan dus gewoon. Dat soort zaken gaan straks gevoerd worden gewoon. Ja, nou wat je eerst zag, dat individuele parken, hè, die hebben het probleem van, je moet een heel korte tijd een heleboel doen. Dat is bijna niet te doen. Dus wat ik probeer te doen, dat is veel kennis te organiseren voor mensen die bellen en zeggen van, hé, dit is een windpark, wat moet er allemaal gebeuren? Heb ik tips voor hoe je dat kan organiseren en je kan verbinden met de politiek, met de pers, met stakeholders in het gebied, op het gebied van landschap, op flora en fauna, op het gebied van gezondheid, met artsen en dergelijke. En ook voor artsen bewustzijn vergroten van, hé, hier is iets aan de hand wat schadelijk is voor de gezondheid. Neem uw verantwoordelijkheid, want u zit er voor uw patiënten. Ja, want jij hebt contact met die hele groep artsen die in Amsterdam onlangs 104 artsen of zo, die hadden een open brief. Ik heb zeg maar. Jij probeert echt, langzamerhand probeer je echt een soort beweging tot stand te brengen, omdat je ziet dat het veel meer vlakken heeft dan alleen het juridische, zeg maar. Ja, het is niet een... ja, kijk, en dat komt ook bij het juridische, is vrij ingewikkeld om uit te leggen allemaal. Dat is een hobby van maar een beperkt aantal mensen en die spreken allemaal geheimtaal. Mm-hmm. Als je het hebt over gezondheid, dat snappen veel meer mensen. Die voelen dat, die ervaren dat in de praktijk. Die hebben er last van, die liggen wakker, slaap- en concentratiestoornissen en weet ik het allemaal wat voor ellende. Dus die maken dat mee. En als je nu weet dat het recht is gemaakt ter bescherming van die gezondheid, is daarmee de brug geslagen tussen recht en gezondheid. En de bescherming van gezondheid, dat is zowel in onze grondwet, maar ook in de Europese grondwet, een grondrecht. Dus dat is een mooie verbinding die je kan maken. En daarom heb ik gezegd, nou, als de artsen zich bewust zijn van het verband tussen windturbines en mogelijke gezondheidsschade, dan kunnen die hun verantwoordelijkheid daarop nemen. En die zijn zeg maar massaal aan het opstaan. De bewustzijn groeit, ook van de mensen onderling, van hey, Parijs is leuk en dat is duurzaam, prachtig. Want ik zei, ja, dat is allemaal NIMBY, not in my backyard. Dat is alleen maar weerstand tegen duurzame energie. Nee, het gaat hier over de negatieve gevolgen van die zogenaamde duurzame interventies die gepleegd worden, maar die wel ondertussen een heleboel mensen schaden. En dat zijn er inmiddels tienduizenden in dit land. En dat moeten we dus niet willen. Het is gewoon een gevaar wat nog niet is onderkend. En dan zeg ik, nou, het recht is ervoor bedoeld om daar een einde aan te maken. Dus ik probeer dat bewustzijn te vergroten, zowel bij artsen als bij juristen, een wegen te zoeken in de jurisprudentie om de Raad van State ook uiteindelijk als het ware te dwingen om te gaan. Ja. Ja, en jij bent wel hoopvol gestemd. Jij denkt dat het eigenlijk dat ze geen andere keuze hebben. Hè? Dat ze wel vroeg of laat wel voor de bijl moeten gaan. Omdat het zo evident is dat dit
dat ze nu in strijd handelen met dat recht? Ja, als je kijkt naar het beschermingsbeginsel, het voorzorgsprincipe, dat heb je in de medische wereld, het medisch voorzorgsbeginsel. Maar dat heb je dus ook juridisch vanuit die SMB-richtlijn van beschadigt die gezondheid nou niet. Het is eigenlijk zo simpel als wat. Een enorme logica. Waarom zou je nou allemaal zogenaamde duurzame maatregelen treffen die onmiddellijk schade toebrengen aan die gezondheid? Ja. Nou, de Raad van State ontkent tot nu toe eigenlijk het verband tussen windturbines en gezondheid. Dus daar ben ik naar de situatie hier in Nederland daarom ook druk bezig met die artsen om dat bewustzijn te vergroten. En zich niet alleen te verlaten op buitenlandse studies. Want wat zie je daar? Daar gelden vaak wel afstandsnormen. Nou, veel verder van de bevolking, veel verder van woonhuizen. Dus daar zitten heel andere effecten in die onderzoeken dan je in de Nederlandse situatie zou kunnen terugvinden. Ja. En daar is nu aandacht voor. Daar komen ook vervolgstudies op. Ja. Jan de Laat van het LUMC is daarmee bezig. En ja, precies. Ik wilde het net hebben. En daar kwam een beetje uit dat hij zegt dat je ongeveer 10 keer de masthoogte zou moeten gebruiken. Hè? Maar dan zit je dus in Nederland al snel aan 1500 meter. Ja, als je ziet dat de turbines steeds hoger worden, dan zit je met die hogere turbines al gauw in een spectrum van 165 tot 180, 190 meter. Dus het leidt dan tot 1650 of 1900 meter afstand. Ja. Daar is Nederland veel te klein voor. Ik bedoel, met dat soort afstanden is er in Nederland waarschijnlijk nauwelijks plek. Kijk, de heer De Laat zegt, dan heb je in ieder geval een vuistregel waarmee je kan rekenen. Artsen zeggen en andere wetenschappers die zeggen die trillingen van windturbines die kunnen zich notabene op een afstand van 90 kilometer voortplanten. De vraag is of je dan nog gezondheidsschade ondervindt. Maar als vuistregel, als beginnorm, zou dat een eerste stap in de goede richting zijn. Maar tegelijkertijd, als je die afstanden gaat hanteren, dan weet je dat er in Nederland helemaal geen ruimte voor is. Nee. Nauwelijks. Misschien op de Maasvlakte, misschien een derde Maasvlakte. Nederland is vol. Nederland is vol, in dat opzicht wel, ja. Want die effecten van die turbines, ik bedoel, ga maar naar een turbine met een tiphoogte van 270 meter, die heeft een enorm uitstralingseffect. Dat gaat over echt kilometers. Ja. Nou goed, dit hangt nu een beetje boven de markt. Hè? Dus je vertelde mij al dat er op zich al marktpartijen zijn die nu... Ja, wat gebeurt er nu? Weet jij dat er nu... Dat er dus nu gewoon projecten on hold worden gezet? Omdat men zoiets heeft van de onzekerheden zijn nu heel groot. Als de Raad van State straks vergunningen gaat vernietigen of dat soort dingen, dan. Kijk, met alle respect, maar als je goed kijkt naar de wereld van de windturbines, dan gaat het over 3 dingen. Dat gaat over geld, dat gaat over geld en dat gaat over geld. En vergeet de rest. Is het zo erg? Zo erg is het. Jij hebt met die mensen in de rechtszaal gezeten. Ja, zeker. Dan heb je projecten en daar zit zeg maar voor 60-70% soms subsidie op. Dat gaat over echt miljoenen wat de overheid bijdraagt daarin. 60-70% van de waarde van zo'n park om dat te realiseren. En dan een periode van zeg maar 15 tot 20 jaar waarin die subsidiegelden worden uitbetaald. Dus dat zijn miljoenen, zo niet miljarden projecten als alles bij elkaar optellen. Dus de belangen, de krachtenvelden erachter zijn enorm groot. Dus dat betekent dat er een soort perversiteit in het systeem zit om te bouwen, omdat je daar een hoop geld mee kan verdienen. Dat is ook voor de ontwikkelaars, initiatiefnemers zoals boeren interessant. Die kunnen daar niet tegenop telen. Dat is een enorme inkomstenbron. Ja, want boeren, hoeveel kunnen boeren verdienen als ze zo'n ding op het land zetten? Ja, dat hangt natuurlijk af van het type turbine en het aantal en noem maar op. Maar die grote jongens van tegenwoordig? Ja, je moet toch wel denken aan bedragen van tussen de 30.000 en 60.000 per turbine per jaar. Zo. Dus dat is echt een volwaardig jaarinkomen. Ja, zeker. Ja, gewoon door te zeggen van doe dat ding dan maar in mijn land. Ja, en dat is om ze toestemming te geven om daar te staan. Hè. Kijk, als ze zelf gaan exploiteren, kunnen die bedragen nog veel hoger zijn. Dan heb je het zomaar over 1,5-2 ton per jaar. Wauw. Ja. Dus ja, ik snap wel dat mensen daarvoor kiezen. Alleen de kunst is om dan goed nabuurschap te betrachten en te zeggen van wat doet dat met mijn omgeving? Ja. Dat is het voorbeeld van een burenrecht. Mag je omgeving nou zomaar hinder toebrengen? De wet zegt nee. Wij doen een oogje dicht en zeggen maar Parijs is belangrijk, dus het antwoord is ja. Dat kan niet. Ik bedoel, als je het Europese normen helder hebt, maar je past ze niet toe en je hebt geen rechter die een rechtsingang biedt, dan heb je recht zonder toepassing. Dat is geen recht. Ja. Dus mensen wordt dan geen recht gedaan. En ik hoop nu op een verschuiving onder druk van Europa dat we gaan snappen, die afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in het Europees verband, dat is hartstikke goed. Die zijn er voor ons. Moeten ze alleen nog wel even gaan naleven. Ze waren iets goeds uit Europa. Dat is het bijzondere, want het alternatief is dat we met elkaar op Mars gaan zitten. Want in Nederland straks, als we de plannen doorzetten bij de regionale energiestrategie, dan moeten nog zo'n 3000 turbines gebouwd worden. Ja, het land is te klein. Letterlijk en figuurlijk. Ja, want hoe moet het daar nu mee verder? Dat hangt dus als een donkere wolk in feite, hè, vanuit het perspectief van de mensen die de rest hebben bedacht. Dat hangt wel als een donkere wolk nu boven hun hoofd. Ja. Want jij stelt feitelijk dat de rest als geheel... De
het klimaatakkoord, de klimaatwet misschien, dat die eigenlijk ook moeten voldoen aan die Europese regelgeving. Precies, ja. En dat die dus vooraf meer getoetst, met een milieueffectrapportage getoetst zouden moeten worden. Ja. Maar goed, misschien gaan ze dat gewoon doen. En dan kunnen ze alsnog verder. Ja, dat is de grap. Wij doen in Nederland, we zijn een vlijtig volkje. Dus we doen eerst dingen en dan gaan we nadenken of het ook klopt. Maar dan staan ze er al en zeggen, ja, het is nou een beetje zonde om weg te halen. Dus dat is die steenkolencentrales mogen ook vervroegd dicht, hè? Dus. Ja, biomassa, dat is natuurlijk ook een dingetje. Ja. Het kan dus wel, maar dat hangt samen met de bewustwording daarin. Dus, maar dat geldt inderdaad ook voor de rest. Dat is ook een plan of een programma met een aanzienlijk milieugevolg. Dus zeg maar, dan moet je dus, als je die plan ontwikkelt, moet je dus nadenken over wat voor effect hebben die dingen nou op de leefomgeving van de mensen en op de gezondheid van de mensen. Zolang je dat niet weet, mag je eigenlijk niks doen. En als je het wel weet, dan moet je dat in beeld brengen, dat we daar met elkaar over kunnen praten. Dus je zegt eigenlijk, dan moeten ze meer met de billen bloot. Dus ze moeten die hele rest moeten ze dan meer gaan toetsen en dan moeten ze echt met de billen bloot in de zin van dat zij dus moeten gaan onderbouwen dat dus geen schade voor de volksgezondheid zou zijn. Precies. Als zij dat door willen zetten, toch? Precies, want nu is de gedachte van, nou, tel maar aan. De herstelwet is niet meer genoeg, zeg maar. Daar hebben ze niet meer. Dat is een kunstje om te realiseren. Maar Europa zegt eigenlijk, nee, ja, we begrijpen dat u overal haast mee hebt, maar we willen eerst geborgd hebben, zeker weten, garanderen dat er geen gezondheidsschade optreedt. En dat moet je vooraf aantonen. Ja. En dat is dus wat anders dan dat je denkt, ja, we denken niet dat het schadelijke gevolgen zijn van een windturbine. Precies andersom. Ja, ja. Nou goed, tot slot. Jij hebt op je website heb je een modelbrief gezet. Hè, die bewonersvereniging of bezorgde bewoners in het land kunnen gebruiken. Die brief die kunnen ze sturen naar gemeenten of de initiatiefnemers van. En wat je in die brief stelt is in feite dat je probeert de gemeentes, probeer je alvast schot voor de boeg te geven. Ja, zo van, hou er rekening mee dat dit speelt. Hè, ja. En dat die vergunning wel eens problematisch kan gaan worden. Ja, waar het mij om gaat is in vervolg op de bewustwording bij al die mensen die geconfronteerd worden met mogelijke komst van windturbines. Dan zeg je ook bestuurders die er zitten voor de bevolking, die moeten zich bewust zijn van hun taak en hun rol. En als ze weten dat hier wel iets grondig mis kan zijn met de invulling van hun taak waarvoor ze zitten, dan zijn ze gewaarschuwd. En dat kan ook leiden tot aansprakelijkheid. Ja. En dat is eigenlijk de boodschap die er in die brief staat. En die kan je dus sturen naar initiatiefnemers en bevoegd gezag. Van bezint eer je begint. Ja. Want volgens ons is het in strijd op verschillende gronden overigens. Niet alleen op grond van de SNB-richtlijn. Maar ook op grond van het verdrag van Aarhus. En ook in verband met het schaarse vergunning. Dat zijn gronden waarom het niet zou moeten kunnen. En als je dat wel vindt, moet u dat maar uitleggen. Dan zit je gelijk in een serieus debat. Als u dat niet kunt, moet u er niet aan beginnen. Want anders bent u misschien wel aansprakelijk als u dingen doet waarvan u niet begrijpt wat de gevolgen zijn. En ik snap ook best een gemiddelde wethouder of een gemiddeld raadslid dat hij niet goed kan vatten wat er precies speelt. Dat is zo ingewikkeld, zo complex. Dat, vergelijk maar met de jeugdzorg die gedelegeerd is en dergelijke. Hè, wel de opgave en de taak zonder de volledige middelen daarvoor om dat werk goed te kunnen doen. Met windmolens eigenlijk niet anders. Met deze brief wil je heel veel meer mensen wakker maken in feite. Ja. En alarmeren zo van, hey, hallo, weet dat dit allemaal speelt. En, ja. Nou ja, wat je zegt, bezint eer begint. Ja, en windturbines is niet alleen maar iets van, we moeten Parijs halen of, dat is dan de formele kant als een opgave, maar ook de inhoudelijke kant. Duurzame energie is goed voor ons. Wie kan daar nu tegen zijn? Ik vraag aandacht voor de zwaarwegende gevolgen voor de omwonenden daarvan. Die daar last van hebben, hinder van ondervinden en gezondheidsschade van krijgen. Ja, precies. Hey, in mijn artikel, in mijn interview met jou noemde ik je een beetje gekscherend Don Quixote. Ja. Maar ik kende zelf het verhaal van Don Quixote eigenlijk helemaal niet zo goed. Okay. Maar Don Quixote was dus een soort een ridder en die ging letterlijk met zijn zwaard tegen de windmolen vechten. En ik vroeg dus aan jou van, voel jij je een soort Don Quixote? Want ja, vechten tegen windmolens is daardoor gelijk gaan staan aan een kansloze missie voeren. Hè, of een kansloze oorlog voeren. Ja. Maar jij bent eigenlijk best wel, jij denkt dat het wel kansrijk is wat je doet. Omdat je het recht aan je zijde hebt in dit geval. Ja, laat ik zeggen, kijk, recht is, als je het nuchter zegt, recht is wat de rechter vindt. Of recht schrijven met een kleine R, zeiden we altijd in Rotterdam. Dus daar moet je ook wel reële verwachtingen van hebben. Je vertegenwoordigt een partijstandpunt. Maar als je
het uitgangspunt van de Europese regelgeving neemt, dan kan het niet anders dat het zegt van ja, de gezondheid van de mens en zijn leefomgeving staat voorop. Dus die aantasting, die mag slechts beperkt zijn en niet leiden tot schadelijke effecten. Nou, dat snapt iedereen. Dat is ook hartstikke logisch. Ja. Want als we deze aardbol volzetten met zaken die slecht voor ons zijn, dan loopt het verkeerd met ons af. Ja. Dus dat is een hele logische en concludente redenering. En als we kijken naar de uitspraken van het Hof, dan zien we precies dezelfde beweging. Dus ik zeg, het wordt tijd dat we niet alleen gaan kijken van hoe gaan we Parijs halen, maar hoe richten we het land zo in dat we daar met elkaar goed kunnen leven op een nieuwe, innovatieve en uitdagende manier. En of dat langs de weg van windturbines zou moeten zijn, dat is op dit moment maar zeer de vraag. Ja, precies. Want hoe kijk jij nu na al die jaren tegen windmolens vechten met bewoners? Hoe kijk je nu aan tegen klimaatbeleid? Is dat ook een kwestie van geld, geld, geld? Of zit daar ook een hele ideologische component achter? Ja, bij sommigen wel. Maar als ik kijk de mainstream in de politiek, wat daar verteld wordt, gaat het toch vooral over het kunstje van Parijs moeten halen. Terwijl ik denk van ja, we zijn toch altijd een vlijtig volkje geweest. Laten we nou eens wat slimmer nadenken. We hebben een heleboel goede alternatieven. We hebben een heleboel goede en slimme ingenieurs in dit land. Laten die nou eens een soort nieuwe deltawerken maken in het kader van de klimaattransitie. En daar met wetenschappelijk gezag op harde grondslagen verstandige uitspraken over doen. Ja. Het klimaat is veel te belangrijk om aan een aantal politici over te laten, zou mijn stelling zijn. Ja. Nou, dat lijkt me een mooi slot. Hey, hartelijk dank voor je komst en heel veel sterkte de komende tijd met alle zaken. Dank je wel. YouTube was ooit een vrijplaats voor videomakers. Dat is niet meer zo. Het is nu onderdeel geworden van een dwingend establishment. Café Weltschmerz bouwt aan een alternatief. Een community die staat voor transparantie. Die tegen de stroom in kritisch informeert. Daarvoor